In Amsterdam werd deze dagen een modeshow gehouden, waarbij nu eens niet beroepsmannequins voor het voetlicht kwamen. Ditmaal toonden 200 dames en jonge dames hun eigen nieuwste creaties, stuk voor stuk zelf gemaakt. Als pauwen paradeerden ze ermee, met hun eenvoudige middagjurkjes, hun mantels, hun deux pièces of hun statietoiletten. Uit alle hoeken van Nederland waren ze gekomen. Sommigen met de kinderen, want dat mocht ook. De show was een levend bewijs van de fantasie, de noeste vlijt en het doorzettingsvermogen van de Nederlandse vrouw. Ja, vooral van haar doorzettingsvermogen. Er was ook een bruidsjapon zonder inhoud. De bruid had zich blijkbaar bedacht. Misschien was het mede daardoor dat de enige mannelijke deelnemer zich als een vreemde eend in de bijt voelde. Toch had ook hij zijn kostuum zelf gemaakt.